Scootmobiel Tourclub De Vrijheid Geertruidenberg maakte zich donderdagmiddag in de regen op voor een tocht van 25 kilometer. Van de 32 mensen die zich hadden opgegeven, liet een enkeling het maar afweten. De rest trotseerde met poncho en pet de regen. De tocht begon in Geertruidenberg, waarna er in Hank een tussenstop werd gemaakt om te eindigen op recreatiegebied de Kurenpolder. Een speciale tour werd georganiseerd vanwege het eenjarig bestaan van de Scootmobielclub.